De geheime kraan. Al bijna 5 jaar hadden de mensen van in het dorpje Bolingen honger geleden. De koeien van de boeren en de pachters gaven steeds minder melk en omdat hun melk hun voornaamste middel van bestaan was, werd hun leven steeds moeilijker. Maar op het landgoed van de rijke schraapster was er melk in overvloed. Die vrouw had haar naam te danken aan de gierigheid waarmee ze haar medemensen behandelde. Ze had het landgoed 5 jaar geleden gekocht en was er toen ingetrokken met haar dochter, die zo lang was en zo lelijk dat je bijna bang voor haar werd. Ze leefden in overvloed. Hoewel ze maar 4 schamele koeien hadden, maakten ze honderden kazen en karrenden ze grote kuipen vol boter die ze verkochten. Het leek net alsof de zegen die vroeger op de boerderijen gerust had, verhuisd was naar het landgoed. En de mensen schudden hun hoofden en zeiden dat er iets heel erg mis was. Maar niemand begreep hoe dat nu wel kon komen. Toen moeder Jonsson in de boshoeven tenslotte nog maar 1 pintje melk per dag kreeg van haar prachtige melkkoe Rosa, vond haar oudste zoon, die Jerker heette, dat het al te gek begon te worden en hij besloot te gaan kijken wat er aan de hand was. Op een avond blies hij bij het naar bed gaan zijn kaas niet uit, maar zette hem zo dicht bij de spaanders op de schaafbank dat deze wel vlam zouden moeten vatten als de kaas wat verder zou zijn opgebrand. En toen deed hij net of hij sliep, want hij wist dat de tomte, hun huiskabouter, als deze nog in het huisje was, de kaas zeker zou komen doven. De kaas brandde en brandde. Nu was het bijna zover dat de eerste spaander vlam zou vatten, en net toen Jerker zijn hand wilde uitsteken om het stukje hout wat opzij te schuiven, kwam er een klein mannetje met een grauw jakje aan en een rood mutsje op zijn hoofd uit een hoek tevoorschijn, kneep met 2 vingers in de pit en doofde zo de kaars. Goedenavond, zei Jerker, terwijl hij uit zijn bed sprong en een buiging maakte voor het kaboutertje, dat hij nu duidelijk in het maanlicht kon zien. Ik dacht dat jij naar het landgoed verhuisd was, omdat alle zegen die op ons rustte daarheen is verdwenen. Maar de tomte keek streng voor zich uit en streek door zijn lange baard. Mijn schuld is het niet, zei hij. Wiens schuld dan wel? Vroeg Jerker. De tomte keek hem aarzelend aan. Maar toen ging hij op zijn tenen staan en fluisterde hem in zijn oor. Als jij kans ziet bij de schraapster in dienst te komen en door te dringen tot in haar provisiekamer, dan kom je misschien te weten wat er mis is. En als een muis zo vlug verdween de tomte weer in zijn hoekje. De volgende morgen stond Jerker voor dag en dauw op. Hij zei tegen zijn moeder dat hij de wijde wereld in zou trekken om ergens als knecht in dienst te gaan. En hij vertrok met zijn zondagse kleren aan en een riem over zijn schouder. Maar zodra hij in het dorp kwam, ging hij daar de winkel binnen en ruilde al zijn nette kleren voor een paar hompen vers roggebrood en met dik boter erop en een paar heerlijke worsten die hij in zijn zakken stopte. Het leek hem niet kwaad flink wat proviant bij zich te hebben als hij de schraapster kwam, waar misschien maar weinig te eten viel. Daarna liep hij regelrecht naar het landgoed en klopte op de keukendeur. Kom binnen, riep een zeurderige stem. Toen Jerker binnenkwam, zag hij daar een oude man zitten, die de enige knecht op het hele landgoed was. Die bleef alleen maar omdat hij zo zwak was en zo gebrekkig dat hij nergens anders aan werk zou kunnen vinden. Hij zat voor het fornuis zijn warme maal op te eten, dat uit aardappelen in de schil en bronwater bestond, en hij slaakte zo'n diepe zucht dat Jerker een koude luchtstroom over zich heen voelde komen. Weet jij of er hier in huis nog plaats is voor een knecht? Vroeg hij. De oude man lachte schamper. Hij vond het onbegrijpelijk dat iemand hier knecht zou willen worden. Ze willen je trouwens toch niet hebben, zei hij. Ze vinden zelfs mij al te duur. Maar als jij nu ziek zou worden, zei Jerker, brrr, wat een gedachte, dan zou ik vast en zeker verhongeren. Zonder een woord te zeggen haalde Jerker een worst en een stuk roggebrood tevoorschijn en hield die voor de neus van de oude man. Nee toch, nu geloof ik waarlijk dat ik het paradijs voor me zie, zei de oude met schitterende ogen. Jerker stopte de worst in zijn rechterhand en het stuk brood in zijn linker. Ga nu maar ziek in bed liggen, zei hij. En als ik hier aangesteld word, krijg je nog meer. De oude man gehoorzaamde meteen, ging in zijn hoekje voor het fornuis onder een oude deken liggen en smulde van zijn brood en zijn worst. Maar Jerker ging naar buiten en verstopte zich vlak achter de hoek van het huis. Hij stond er nauwelijks of hij hoorde een vreselijk lawaai. Het was afkomstig van de schraapster en haar afschuwelijke dochter die de keuken binnengekomen waren en de oude man de huid vol scholden omdat hij niet aan het werk was.
Ze maakten meer kabaal dan 711 katten bij elkaar. Jerko maakte van de gelegenheid gebruik om voor de tweede maal op de keukendeur te kloppen. Hoe genadige vrouw, een onderdanige dienaar vraagt u of u soms een knecht nodig heeft, zei hij terwijl hij naar binnen stapte. Nee, ik heb geen knecht nodig, scheer je weg, schreeuwde het wijf en dreigde hem met de kachelpook. Maar haar dochter trok aan haar rok. Zij vond dat Jerko er niet zo gek uitzag en omdat de oude man toch ziek was, zouden zij misschien best een paar dagen de hulp van iemand anders kunnen gebruiken. Bij nader inzien mocht Jerko toen toch maar blijven. Het eerste dat hij als knecht moest doen was de kazen uit de provisiekamer naar de voorraadschuur brengen. Ze waren groot en zwaar en het waren er heel wat. Net of er wel 100 koeien op het landgoed waren in plaats van maar 4. Maar denk niet dat hij zelf zijn neus in de provisiekamer mocht steken. Nee hoor, de dochter van de schaapster haalde de kazen stuk voor stuk tevoorschijn en reikte ze hem op de stoep aan. En ze deed de deur steeds zo goed achter zich dicht, dat hij geen kans kreeg naar binnen te kijken. Plotseling deed hij net alsof hij een kaas liet vallen, juist op het ogenblik dat hij hem van haar aanpakte. En al hinkelend riep hij dat hij zich aan zijn voet bezeerd had. De dochter vroeg toen natuurlijk hoe het met hem was, en terwijl ze zijn voet bekeek, vergat ze de deur. Hij greep naar de deur en ging er tegenaan leunen, maar ondertussen stak hij gauw een spijker in het slot en brak de kop eraf, zodat de rest bleef zitten. Toen zette hij zijn voet weer op de grond en zei dat het niet zo erg meer was en hij wel weer door kon gaan. Maar toen hij terugkwam, stonden de vrouw en haar dochter met z'n tweeën in het slot te peuteren en ze waren allebei roodpaars in hun gezicht van ellende, omdat ze de deur niet dicht konden krijgen. Jerko bood zijn hulp aan, maar dat aanbod werd afgeslagen. Er zat niets anders op dan tot de volgende dag te wachten en dan zou de schraapster in hoogst eigen persoon naar de winkel gaan om een nieuw slot te kopen. Het wijf en haar dochter hielden nu beurtelings de wacht bij de deur en ze hadden geen rust voordat de avond viel en Jerke naar de hooizolder verdween om te gaan slapen. Toen hij daar een poosje gelegen had, sloop hij weer naar beneden, luisterde aan alle deuren en ontdekte dat de twee vrouwen in de vaste overtuiging dat hij sliep, naar de eetkamer waren gegaan en daar hun avondmaal zaten te eten. Hij greep zijn kans en glipte vliegensvlug de nog steeds niet gesloten provisiekamer binnen. Maar hoewel het er nog vrij licht was, kon hij op de planken behalve kazen en melkkommen niets bijzonders onderscheiden. Plotseling hoorde hij de deur van de eetkamer opengaan en doodsbenauwd om ontdekt te worden verschool hij zich vliegensvlug tussen een paar grote bakken met appelen. Nauwelijks was hij daar weggedoken of de schraapster en haar lange, rimpelige dochter kwamen met kaarsen in hun handen binnen. Het wijf zette de haren neer en toen begon ze in haar zak te zoeken en te tasten tot ze een grote vatkraan tevoorschijn haalde. Die draaide ze in een gat in de muur dat Jerko nog niet eerder ontdekt had. Daarna trok ze een melkkrukje naar zich toe, ging vlak onder de kraan zitten en nam een emmertje tussen haar knieën. Ze streek haar hand over de kraan en riep ondertussen, koetjes van mij, kom dan toch, koetjes van mij. Wie ga je vandaag het eerst melken? Vroeg haar dochter. Ik geloof dat ik Bertha van de koster maar neem, zei het wijf. En toen riep ze, kom dan toch, Bertha, kom hier, Bertha, kom bij me, Bertha. Toen zag Jerko een grote uil van een koe uit de kraan aan de muur zwellen. En op hetzelfde ogenblik greep het wijf de spenen vast en zong steeds weer opnieuw. Laat je melk toch vloeien, dat het goud kan bloeien. En als een vette witte straal stroomde de melk tussen haar vingers door in de emmer. Na een poos was de emmer vol en toen kwam de dochter met een grote kom waar de moeder de emmer in leegde. De emmer zette ze opnieuw tussen haar knieën. Wie ga je nu nemen? Vroeg haar dochter. Nu neem ik Boterbloem van de jachtopziener maar. En toen opnieuw begon ze de kraan te strelen waaruit de uil verdwenen was, zodra ze met zingen was opgehouden. Kom dan toch, Boterbloem, kom bij me, Boterbloem, kom hier, Boterbloem, riep ze. Alweer kwam er een uil tevoorschijn en de melk stroomde in de emmer en het wijf zong net als tevoren. Laat je melk toch vloeien, dat het goud kan bloeien. Zodra de emmer vol was, werd ook de nieuwe melk in een kom gegoten en de dochter vroeg net als tevoren, wie neem je nu?
Ik geloof dat ik nu Rosa van moeder Jonsson maar eens neem, zei het wijf, en herhaalde haar toverkunst met de eigenaardige kraan. Kom dan toch, Rosa, kom hier, Rosa, kom bij me, Rosa, riep ze. Maar toen Jerker hoorde hoe ze hun eigen geliefde Rosa naar zich toe lokte, verloor hij zijn bezinning. En nog voordat ze kon gaan zingen, stak hij zijn hoofd tevoorschijn en schreeuwde, laat haar bloed toch vloeien, dat ons goud kan bloeien. En zie, in plaats van een uier, kwam er een lange koeienpoot uit de kraan tevoorschijn. Klap! Daar kreeg het wijf een flinke trap tegen haar voorhoofd. En toen haar dochter kwam aansnellen, kreeg zij er ook een. Maar Jacob bleef stralend zingen, laat haar bloed toch vloeien, dat ons goud kan bloeien. En de koeienpoot trapte en de vrouwen krijsten. En toen ze wegholden, strekte de poot zich naar hen uit en bleef uit alle macht doortrappen. Schurk dat je bent, schreeuwde de schaapster, ben je van plan ons te vermoorden? Maar toen Jerker zich er niets van aantrok, sloeg zij een andere toon aan en smeekte. Lieve beste boer Jerker, we geven je alles wat je wil hebben, als je maar ophoudt met zingen. Dat klinkt beter, zei Jerker en hield op met zingen. En toen veranderde de koeienpoot weer in een kraan, die hij vlug uit het gat schroefde. Haal al het goud maar dat je bij elkaar geschraapt hebt door je arme buren en knechten uit te zuigen, dan zal ik genade voor recht laten gelden. En hoe hard het wijf en haar dochter ook jammerden, het hielp niet. Ze moesten alles wat ze aan goud en zilver bezaten uit hun dozen en kisten tevoorschijn halen. De zak die ze ermee vulden werd zo zwaar dat Jerker hem nauwelijks van de grond kon tillen. Maar toen vond het wijf dat ze de vatkraan wel terug kon krijgen. Nee, zei Jerker en stopte hem in zijn zak. Die houd ik bij me. Daarna ging hij de oude knecht wakker maken, omdat hij zijn hulp nodig had bij het dragen van de zak. En de hele nacht waren ze met z'n tweeën bezig om de zak naar het dorp te slepen. Maar de volgende morgen liet Jerker de kerkklokken luiden. En toen alle mensen kwamen aangerend om te kijken wat er aan de hand was, maakte hij de zak open en liet het goud en zilver eruit stromen. En het werd eerlijk verdeeld tussen alle eigenaars van de koeien die stiekem door de gemene schraapster gemolken waren. En aan het gejuich kwam geen einde. Toen ze allemaal hun aandeel gekregen hadden, gaven ze stuk voor stuk een tiende deel aan Jerker, want ze vonden dat hij dat verdiend had. En hij kreeg zoveel dat hij een eigen boerderijtje kon kopen en 3 koeien kon trouwen met wie hij wilde en de oude knecht in dienst kon nemen. En sinds die tijd heerste er overal in de gemeente alleen maar vreugde, behalve bij de schraapster en haar dochter, die steeds maar armer werden, omdat ze geen stiekeme kneepjes meer hadden waarvan ze konden leven. Maar de vatkraan werd in aanwezigheid van alle mensen om een grote brandstapel verbrand, zodat iedereen er zeker van kon zijn dat daar in deze wereld nooit meer kwaad uit zou kunnen vloeien. Dat was hem.